Hij is met trots het allerkleinste hondenras ter wereld. Het is een echte hond en kan niet worden gezien als modeaccessoire. In deze video vertellen wij je alles over de Chihuahua. Van oorsprong is de Chihuahua afkomstig uit Mexico. Na de Tweede Wereldoorlog is de Chihuahua richting Europa gekomen en sindsdien is het een erg populaire gezinshond. Vooral toen Paris Hilton in de jaren 90 haar Chihuahua vertoonde in haar reality-serie is de populariteit van deze hond gestegen. De Chihuahua is een hondje met een grote persoonlijkheid in een klein lichaampje. Hij is geschikt voor verschillende soorten hondensporten en is zelfs een uitstekende waker. Hij slaat snel aan. Maakt duidelijk welk gedrag wel of niet wordt getolereerd om overlast en irritaties te voorkomen. Ook is de Chihuahua slim en trouw. Hij houdt ervan geknuffeld te worden en is hierdoor ook erg geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Hij is ook erg speels, maar zal door zijn formaat snel van zich afbijten wanneer je te dicht bij zijn grens komt. Hierdoor wordt het vaak gezien als een felle hond. Door het kleine formaat en de minimale behoefte aan beweging is dit een goede hond voor mensen die wonen in een wat kleiner huis. De Chihuahua wordt gemiddeld maximaal namelijk maar 20 centimeter groot. Het gewicht is daardoor ook erg laag, gemiddeld onder de 3 kilo. Er bestaan twee varianten van de Chihuahua, de kortharige en de langharige variant. De verzorging van de langharige Chihuahua vereist meer aandacht dan die van de kortharige, vrij logisch. Een paar keer per week de vacht doorkammen is voldoende om klitten te voorkomen. Chihuahuas kunnen last hebben van rillingen wanneer ze het koud hebben, opgewonden zijn of bang zijn. In de winter is het dan ook belangrijk de hond aan te kleden met een jasje of trui om ze warm te houden. Het is voor de Chihuahua normaal dat hij 15 jaar kan worden of zelfs ouder. Toch zijn er een aantal erfelijke ziektes bekend die kunnen voorkomen bij dit ras en waar hij dus last van kan krijgen. De meest voorkomende aandoeningen zijn, hou je vast, patella luxatie, portosystemische shunt, hydrogepalus, giari malformatie en syringomyelie. En hartaandoeningen, daar kunnen ze ook last van krijgen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Wil jij ook een Chihuahua adopteren of een andere leuke hond? Neem een kijkje op onze website www.bazooki.com en houd onze socials in de gaten.